Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1080. We zijn ondertussen al goed gevorderd in de Bijbelboeken. We beginnen vandaag met de bespreking van de eerste brief van Johannes. Een bekende en belangrijke tekst uit deze brief is Als wij onze zonden beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een geweldige waarheid is dat. Al onze zonden zijn vergeven. Er is geen restschuld. Wie erkent dat hij gezondigd heeft en vergeving aan God vraagt, krijgt dat ook. Dat is genade. We mogen nu leven in het licht van God. De duisternis is voorbij. Daarover zullen we in deze brief vaker lezen. Maar ook door andere Bijbelboeken hebben we deze gedachte al vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan Exodus, waar Egypte te maken krijgt met het oordeel van God. Als de farao niet wil buigen voor Gods gezag, komen er tien plagen. Eén daarvan is een diepe duisternis. Maar bij de Israëlieten is het licht. Het volk van God heeft licht, ook al woont het in het duistere Egypte. Ook Jona zit drie dagen in het donker in de vis. We hebben het pas nog gelezen. Hij wil Gods opdracht niet uitvoeren, loopt weg en wordt ingeslikt door een vis. In zijn angst roept hij tot God en vindt genade. Jonas' verblijf in de donkere diepte van de oceaan is een beeld van Christus. Het licht van de wereld stierf en was drie dagen in het graf. Drie dagen van duisternis. Maar het licht is sterker dan de duisternis. Christus stond op uit de dood en door hem mogen wij leven in het licht. Johannes schreef het al in zijn Evangelie, maar we zullen zien dat het thema terugkomt in zijn brief. De schrijver noemt nergens zijn eigen naam. Maar wie hij is, kan worden opgemaakt uit verschillende herkenningspunten. De stijl en de manier van uitdrukken van het Bijbelboek 1 Johannes lijken zozeer op die van het evangelie naar de beschrijving van Johannes, dat de meeste geleerden er de hand van dezelfde persoon in zien. Hij is een ooggetuige van het leven en werken van de Heer Jezus en van de geschiedenis van de christelijke gemeente van de eerste eeuw. Ook zijn voorwoord vertoont grote overeenkomsten met het begin van het Johannes-evangelie. Er zijn zoveel punten van overeenkomst met de schrijver van het vierde Evangelie, zowel in taal en stijl als in zijn opvatting van het christelijke leven, dat de meeste uitleggers erkennen dat het om één en dezelfde persoon gaat. In de eerste brief van Johannes worden wij telkens getroffen door voor Johannes karakteristieke begrippen als waarheid en leugen, licht en duisternis, leven en dood, wereld, kinderen, volkomen blijdschap en de geest van de waarheid. Net als in zijn Evangelie. Domineert de absolute toon, de afkeer van halfheid? Johannes kent geen middenweg tussen leven en dood, tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis. In al deze voorbeelden komt duidelijk Johannes, de apostel van Jezus Christus, als de schrijver van deze brief, naar voren. In de oudheid is er geen uitlegger of kerkvader geweest die zich tegen deze conclusie verzet. Desondanks hebben sommige critici deze conclusie op diverse gronden aangevochten. Een tegenargument is dat het vierde Evangelie en deze brieven zijn geschreven door een Johannes die oudste was, en onderscheiden moet worden van de Apostel Johannes. Maar Johannes de Oudste en de Apostel Johannes kunnen heel goed één en dezelfde persoon zijn. Als we nadenken over de tijd van Johannes, dan lezen we in Handelingen 8 dat hij in verband wordt gebracht met de apostelen te Jeruzalem, samen met Petrus en Jacobus. Afgezien van Openbaring 1 zwijgt het Nieuwe Testament over zijn latere jaren. De zeven gemeenten in de Romeinse provincie Asia, die genoemd worden in Openbaring 2 en 3, vielen duidelijk onder zijn bediening. Hoewel 1 Johannes geen adressering heeft, is het waarschijnlijk dat de apostel deze brief heeft gericht tot die gemeenten in Asia die onder zijn toezicht vielen. De gelovigen in deze gemeenten waren goed onderlegd in de christelijke waarheid en Johannes sprak hen niet aan als pasbekeerden. Maar als broeders en zusters, die grondig onderlegd waren in de apostolische leer. En ook al schrijft Johannes niet over persoonlijke zaken, toch geeft de toon van zijn brief iets persoonlijks weer. Het toont aan hoezeer hij zich met de oorspronkelijke ontvangers en lezers verbonden voelde. De datum van het schrijven van deze brief kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Er wordt geen melding gemaakt van vervolgingen, wat zou kunnen wijzen op een datering voor het jaar 95 na Christus. Gedurende de laatste jaren van de regering van keizer Domitianus de vervolgingen losbarsten. Johannes schreef deze vaderlijke brief op oudere leeftijd uit liefdevolle bezorgdheid voor zijn geestelijke kinderen. Hun standvastigheid in de waarheid werd bedreigd door de verlokkingen van de wereld en de dwaalleer van valse leraren. De ketterij van de gnostiek leerde dat de materie van nature kwaad is en dat een goddelijk wezen daarom niet de gestalte van een mens aan kon nemen. Dat resulteerde in het maken van een onderscheid tussen de mens Jezus en de geestelijke Christus, die op Jezus neerdaalde bij zijn doop, maar hem voor zijn kruising weer verliet. Een andere variatie is het docetisme, afgeleid van een Grieks woord dat schijn betekent. Het is de leerstelling dat Christus alleen maar voor de schijn een menselijk lichaam had. In beide gevallen was het resultaat hetzelfde. Namelijk een absolute ontkenning dat Christus als echt mens op aarde is gekomen en onder ons heeft geleefd. De Gnostici geloofden ook dat hun inzicht in de verborgen kennis, Gnosis, hen tot een soort geestelijke elite maakte, die verheven was boven het gewone onderscheid tussen goed en kwaad. Dit leidde in de meeste gevallen tot betreurenswaardige gedragingen en een volkomen onverschilligheid ten aanzien van de christelijke ethiek. De eerste brief van Johannes benadrukt daarom in het bijzonder dat Jezus Christus een mens is geworden van vlees en bloed, als ook de identiteit van Jezus als de Christus. Vooral en met name ter bestrijding van de gnostische leer. In 1 Johannes 5 versen 6 tot en met 8 staat: Hij is het die kwam door water en bloed, Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Met andere woorden, de Heer Jezus was op aarde vanaf het begin, zijn doop tot het einde, zijn kruisiging, één en dezelfde ondeelbare persoon. We hebben van Johannes drie brieven. Toch geeft de eerste brief niet de vorm of stijl van een brief. Die heeft geen begroeting aan het begin en ook geen groeten aan het einde. Zijn stijl is meer die van een preek. Het draagt al de kenmerken van een boodschap van een toegewijd pastor die liefde en zorg had voor een bepaalde groep gelovigen. Johannes diende als pastor van de kerk in Efeze, die door Paulus werd gesticht. Om de eerste brief van Johannes te begrijpen, moeten we iets weten over de stad Efeze in het begin van de tweede eeuw. Die was heel erg als jouw stad of woonplaats vandaag. Er waren vier belangrijke factoren die in Efeze en door de Romeinse wereld heen overheersend waren. 1. Er was een rustige vertrouwdheid met het christendom. Veel van de gelovigen waren kinderen en kleinkinderen van de eerste christenen. De nieuwe en heldere glans van het christelijke geloof was mat geworden, de nieuwigheid was afgesleten. Het aangrijpende en de glorie van de eerste tijd waren verflauwd. Het was opwindend geweest om in die tijd een gelovige te zijn toen Paulus naar de stad was gekomen en Diana van de Ephesers uitdaagde. De hele stad had een opwinding verkeerd. In Handelingen 19 lezen we over het effect dat Paulus onderwijs had op de synagogen te Ephese en ook de uitwerking van zijn dagelijkse sessies in de school van Tyrannus, twee jaar lang. Hoe vurig waren hun geloof en ijver voor Christus geweest in die dagen. Maar veel jaren later, toen de Heer Jezus een brief naar Ephese stuurde via Johannes... Terwijl die in ballingschap op het eiland Patmos verkeerde, zei hij: Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Het was zoals Jezus lang ervoor gewaarschuwd had. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. De vroomheid en toewijding van de Efeziërs aan Christus stond op een laag pitje. 2. De hoge standaarden van het christendom maakten de christenen anders en de kinderen en kleinkinderen van de eerste christenen wilden niet anders zijn. De gelovigen werden heiligen genoemd. De betekenis van dat woord is opzij gezet voor het enige gebruik van God. Dat wat aan God behoort. De potten en pannen in de tempel werden heilig genoemd, omdat ze voor het gebruik van God waren. De tempel was heilig. De sabbat was heilig. Nu moesten de christenen heilig zijn. Anders apart gezet voor het gebruik van God. Maar de Efeziërs waren lopende bandchristenen geworden. Specialisten van het compromis. Ze waren imitatiechristenen geworden. Anders dan de discipelen, tegen wie Jezus gezegd had, Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En ook in zijn hogepriesterlijk gebed tot zijn vader staan deze woorden. Ik heb hen uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Er was een afbraak van de Joodse christelijke ethiek en de laxheid van bijbelse standaarden. 3. Vervolging was niet de vijand van het christendom. Het gevaar voor de Kerk van Efeze was niet vervolging van buitenaf, maar verleiding van binnenuit. De Heer Jezus zelf had hiervoor gewaarschuwd, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. En de apostel Paulus had tegen de oudsten in Ephese gezegd Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Het christendom liep niet het gevaar te worden vernietigd. Het liep het gevaar veranderd te worden. Poging werd gedaan om het te verbeteren. Om het te laten spreken in de termen van de populaire filosofie. 4. De gnostiek was de ware vijand van het christendom. En dat is het nog steeds. Gnostiek was de basisfilosofie van het Romeinse Rijk. We hebben het er daar pas over gehad. Gnostiek had vele vormen. Er waren twee extreme methoden om dit doel te bereiken, zoals door de Stoïcijnen en de Epicureërs in praktijk gebracht. De botsing van de apostel Paulus met deze beide secten wordt in handelingen 17 vers 18 verteld. Daar staat En enige epicurische en stoïsche wijscheren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. De stoïcijnen waren volgelingen van Zeno. En hun naam kwam van de geschilderde Portico te Athene, waar Zeno onderwees. Ze waren pantheïsten, die van mening waren dat de wijzen vrij van passie moesten zijn, onbewogen door vreugde of verdriet, en onderworpen aan de natuurwet. Ze hielden strenge regels en namen zelftucht in acht. De Epicureërs kregen hun naam van Epicurus, die in Athene onderwees. Ze namen de Griekse goden op de berg Olympus aan. Ze beschouwden plezier in plaats van waarheid, het streven van het leven. Oorspronkelijk zochten ze intellectueel, niet sensueel genot te bevredigen, maar later leerden ze hun volgelingen om de verlangens van het lichaam te bevredigen, zodat die ze niet langer zouden lastigvallen. Er waren allerlei nuances en verschillen tussen de beide extremen van het Stoïcisme en Epicurisme, maar allebei ontkenden het Messiaschap van Jezus. Ik geloof dat Johannes hen in gedachten had toen hij schreef: Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de Antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Daarom verklaart Johannes duidelijk in 1 Johannes 4, versen 2 en 3: Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Het is mijn overtuiging dat Johannes zijn eerste brief onder andere schreef om de dwalingen van de gnostiek te beantwoorden. Een ander thema van 1 Johannes is de gemeenschap met God. Johannes wil dat zijn lezers er zeker van zijn dat God door een blijvende relatie met hem in hen woont. Geloof in Jezus Christus moet blijken uit gerechtigheid in de praktijk en broederlijke liefde. Die beiden op hun beurt vreugde voortbrengen en vrijmoedigheid voor de Heer. Johannes schrijft deze brief om aan te sporen tot een echte gemeenschap met God en om te benadrukken hoe belangrijk het is om vast te houden aan de apostolische leer. Johannes somt de kenmerken op van de criteria voor en van de gemeenschap met God. Daarbij laat hij zien dat zij die in Christus blijven hem vrijmoedig en vol vertrouwen tegemoet mogen treden. De in eenvoudige taal geschreven brief. Maar toch wijs van inhoud ontvouwt de betekenis van gemeenschap met God door aan te geven wat de basis voor die gemeenschap is en door welke levenswandel die gemeenschap wordt gekenmerkt. De zonden van de lezers zijn vergeven en zij ervaren de vreugdevolle gemeenschap met God. Het resultaat is dat ze hem kennen die er vanaf het begin geweest is en de kracht ontvangen om weerstand te bieden aan de verleidingen van de duivel. De belemmeringen voor gemeenschap zijn zowel van praktische als van leerstellige aard namelijk de begeerten van de verdorven wereld die zich verzet tegen God en de dwaalleringen van diegenen die onderscheid maken tussen Jezus en de Christus. In tegenstelling tot deze antichristen bezitten de lezers de kennis van de waarheid en de zalving van de heilige geest. Daarom zou het dwaasheid zijn als ze zich afkeerden van de leer van de apostelen en die van de antichristen zouden aanhangen. Het tegengif tegen deze katterse leerstellingen is volharden in de apostolische waarheden die ze in het begin hebben gehoord en die zijn bekrachtigd door de Heilige Geest die zij hebben ontvangen. De volgende keer beginnen we met de tekst zelf. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.